Dit is Melkbrand 420. Het is onze eerste sterkoe en meteen sterkoe 3. Dus daar zijn we gewoon hartstikke trots op. Sterkoe 3 houdt in dat die koe dus een bovengemiddeld exterieur heeft. Dat wil zeggen 85 punten voor uien, benen, algemeen voorkomen of meer. Dat hij ouder dan 15 jaar is en een lactatiewaarde hoger dan 105 gemiddeld heeft. De Melkbrand 420 is een future uit de Lord Lilly. En ze had eigenlijk al altijd al een vrij mooie koe geweest. Als vaars was ze toen al de beste met 86 uit die lichting scoren, zeg maar. Met 86 punten. En toen had ze ook 86 punten voor uien. En dat is dus 88 geworden toen ze in april gekeurd is voor uien. Ze heeft die melkrijkheid, die heeft ze ook lekker doorgegeven. We hebben 15 nakomelingen aan de melk en in totaal 24 vrouwelijke nakomelingen op het bedrijf nu. Dus ze hebben, het is ook echt een invloedrijke stammoeder geworden eigenlijk. En het is redelijk vanzelf gegaan. Nou, dat ze lekker melk gaf en er was eigenlijk ook nooit wat mee aan de hand. En dan heb je eigenlijk op een gegeven moment, dan krijg je pas op een gegeven moment als een koe zo'n predicaat haalt, door wat voor topper het eigenlijk is.